begin eerst met de tomaten. De tomaten deel ik in vieren. Dan gaan we de zaadlijst even uithalen. Even goed. Die zaadlijsten er ook echt uit zijn. Die zaadlijsten kun je natuurlijk een mooie coulis van maken. Hè? Een mooie saus. Sausje, geen probleem. In een mooie brunoise snijden. Niet te grof. Gewoon fijne brunoise maken. Best wel vrij makkelijk te maken hoor. Hè? Lekker. Komt niet zo nauw. Gewoon een mooie blokje snijden van die tomaat. En deze doen we dan ook even in een kommetje of in een bekje. Nou, de basilicum even bij elkaar frommelen. Dan gaan we die gewoon fijn snijden. Pas op dat die niet te grof is. Hoeft niet gehakt te worden, zou doodzonde zijn. Rag fijn snijden. Nou, op de tomaat. Dan de kappertjes. Wel even met het mes er doorheen. Hoeft er niet helemaal klein te zijn. Je kunt natuurlijk variaties toepassen die je echt zelf wilt. Dat maakt zo gek veel niet uit. De olijfjes. Pak ze gewoon bij elkaar en dan gaan we even grof snijden. Allemaal een beetje gelijk is aan de tomatenstukjes. Kijk eens aan. Dat doen we ook met de zwarte olijven. Het is echt ja, veel mooier als je dit met de hand doet, dan dat je dit met een machine gaat doen. Dan zie je toch straks veel mooier die structuren van die ingrediënten in die tapenade. En de pijnboompitjes, die ik heel even onder de salamander heb gehad, zodat ze de etherische olie ook vrijgeven en gewoon die fijne smaak en geur krijgt van die pijnboompitten. Nou, dan heb ik hier wat knoflook. Snijd er even 3 van die kleine stukjes vanaf. Wat ik daar doe, ik heb toch dadelijk zout nodig. Een beetje zeezout bovenop. Dat doe ik met de zijkant van mijn mes eigenlijk. Maak ik hem even fijn. En dan heb ik ook mijn knoflook. Gewoon helemaal fijn voor in de massa. Ook bij de tomaat. Even goed erbij. Peper. Een keer zout. Oppassen, want we hadden al zout toegevoegd net bij de knoflook. Dus een beetje voorzichtig. En dan mag je eigenlijk kiezen. Je mag er een olie bij doen die je zelf wil. Notenolie. En dan gaan we dit geheel lekker voor een uurtje koelen. Voordat we hem gaan serveren. Nou, dan gaan we de rucola sla gaan we een klein beetje fijn snijden. Beetje rucola, toch die Romeinse sla, ook die notensmaak wat daar aan zit, vandaar ook ja, een beetje die notenolie wat daarin gaat. Nou, die doe ik er als het ware gewoon een klein beetje bovenop. Alleen al die geur, geweldig. Dus eigenlijk ja, zou de geur TV moeten hebben. Dit is ja, fenomenaal. Beetje pesto. Croutonnetjes die ik gemaakt heb. Even in de oven gewoon droog gebakken. Smeer ik daar heel licht mee in. Klein beetje er bovenop. Voilà. Nou, en dan gaan we lekker die tapenade dresseren. Nou, kijk eens aan. Heel fris voor de zomerdagen.